helemaal. Wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is echt... Nou, het is eigenlijk geen maandag meer. Het is al dinsdag. Maar goed, we maken er nog even maandag van. Ik heb vandaag niks gevlogd. Maar komt dat ik gewoon maandag is gewoon een hele lange schooldag. En ik ben daarna naar de bios geweest. Naar de Nun. Die nieuwe horrorfilm. Het was echt zo'n goede film. Het was echt leuk. Het was niet echt eng. Maar ik vind geen één horrorfilm eng. Dus dat scheelt. Maar het was gewoon echt een hele vette film. Dus dat was leuk. Ik wilde toch nog even een stukje vloggen. Slaat eigenlijk nergens op. Want ik kan jullie toch niks laten zien. Want ik ga letterlijk nu slapen. Maar ik word gewoon een beetje... Ik kan er niet zo goed tegen als ik pas op dinsdag begin met vloggen. Dus we doen gewoon maandag nu. Dus ik ga nu lekker slapen. En morgen ga ik weer voor jullie vloggen. Gezellig bij ons. Vet gezel, proost. Vertel eens even over ons broodavontuur. We gingen dus net samen eten, Kim en ik. Soraya was toen nog niet thuis. Dus wij wilden broodje hamburger maken, maar echt alles ging mis. Alles ging gewoon fout. We hadden broodjes gekocht, die moesten dan in de oven. Maar ik snapte die hele oven/magnetron van ons niet. Bijna de magnetron in de fik, I'm not kidding. Er kwam allemaal rook uit, dus ik dacht echt... Toen hadden we die twee broodjes, maar die haalden eruit. We waren echt knijterhard, gewoon. Nou, toen heb ik nog in mijn hand gesneden. Oh, oorlogsmondje. Nou, het deed echt zeer, jongen. Die punt van dat mes in mijn hand. Ik echt zo... Nou, en uiteindelijk hebben we maar gewoon een beetje dat vieze natte broodje opgegeten. Met wel een hele lekkere vegetarische hamburger. Die was echt goed. Het duurde even voordat ik dit verhaal kon vertellen. Maar de salade was wel heel lekker. Ja, we hadden ook wel een hele lekkere salade gemaakt. Dus dat maakt het wel weer goed. Wat een dag alweer. Ik wilde dus vandaag gelijk na school gaan studeren. Maar toen was opeens mijn broek gescheurd aan de onderkant. Die ik echt net nieuw heb. Dus toen ben ik naar huis gegaan. Nu heb ik gelukkig het retourformulier teruggevonden. En het ding die had ik weggegooid. Maar die lag gelukkig nog in de vuilniszak. Dus kon ik nog terugpakken. Dus ik ga die broek nu maar terugsturen. Het was die broek die ik vorige week in de vlog liet zien. Die gele met die panter. Fucking leuk. Maar ja. Als hij nu al stuk is, dan vind ik echt belachelijk. Dus die ga ik terugsturen. En nu ga ik weer naar school en dan ga ik studeren. En ik heb straks nog pianoles. En ik ga nog even tap oefenen vanmiddag. Dus ik ga nu terug naar school. God. Vandaag was echt een lange, maar wel goede dag. Want ik heb best wel veel nuttige dingen gedaan waar ik heel trots op ben. Ik heb mijn biografie af voor SLB. Dat is studieloopbaanbegeleiding. En dan moesten we dus een biografie maken over jou en of je leerdoelen en weet ik het wat allemaal. Maar die heb ik ook helemaal af en daar ben ik heel blij mee. Dus ja, en ik heb vandaag gewoon veel huiswerk gemaakt waar ik echt trots op ben. Dus ja, morgen ga ik naar Caro in de Efteling. Dat is de nieuwe Efteling musical. Daar heb ik ook heel veel zin in. Maar eerst heb ik nog een lange lesdag met heel veel lessen. Dus dat ga ik morgen eerst even lekker overleven.
En dan in de avond lekker naar Caro. We zitten in de zaal bij de Efteling. Ja. En we gaan naar Caro. Dat is de nieuwe Efteling musical. Is het voor de vlog? We zijn met de hele klas. En heel musical theater en klassiek. En helemaal leuk, helemaal gezellig. Nee, ik wil zo. Mag ik heel lelijk even? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik heb vandaag mijn laatste dagje school voor deze week. En vanavond ga ik weer lekker naar huis, daar heb ik heel erg veel zin in. Ik ben vandaag even make-uploos. Ik heb de afgelopen week eigenlijk heel veel make-up gedragen en nu dacht ik, nee. Ook al ga ik het denk ik vanmiddag wel even doen. Ik ga vanavond naar Brief voor de Koning. Dat is een musical en een vriend van mij speelt daarin, Jannes. Dus dat is heel erg leuk en daar heb ik heel veel zin in. Ik heb heel veel zin om hem weer te zien. Dus ja, ik heb daar echt super veel zin in. Maar eerst moet ik nog even school overleven. En vrijdag is gewoon zwaar. Op de vrijdag denk ik altijd echt van, ik wil naar huis. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Sorry dat ik gisteren niks meer heb gefilmd. Ik ben dus gisteravond naar de eerste try-out van Brief voor de Koning geweest. En dat was echt super leuk. Het is echt een hele leuke voorstelling. En ik ben super trots op Jannes, dus dat moet ik nog even zeggen. En vandaag ga ik naar de kapper, want ik wil mijn haar graag weer even mooi blond hebben. Want kijk, het is nu echt tot hier donker. En dan blond. En dat vind ik gewoon niet mooi. Dus ik laat gewoon weer even lekker balayage erin zetten. En hopelijk nog even een tintje lichter dan dit. En ja, daar heb ik heel veel zin in. Ik ben echt benieuwd hoe het gaat worden. Ik ga vandaag naar Salon B in Amsterdam. Op de Gravenstraat. En ik ben er echt heel erg benieuwd naar. Ik ben nog nooit bij Salon B geweest. Maar ik heb hele mooie dingen van hun gezien. Dus ik vertrouw er helemaal op dat het iets moois gaat worden. Dus ja, ik heb er echt ontzettend veel zin in. Ik ben benieuwd hoe mijn haar straks zal worden. En ik ga jullie gewoon meenemen naar de kapper. En gewoon een beetje het proces filmen voor jullie. Dus ja, ik ben super excited. Yes, we zijn er. Ik heb het dus net even besproken en ja, we gaan gewoon een balayage doen en de bovenkant wordt ietsje donkerder gemaakt, iets meer mijn eigen kleur zeg maar aangesterkt en dan dat het zeg maar overloopt naar steeds lichter en dan ook met een hele lichte roze gloed erin. Ja, ik weet ook niet wat het gaat worden, maar ik denk dat het wel goed komt. Het wordt in ieder geval weer een stuk lichter, dus dat is fijn. Zondag en ik heb gisteren na de kapper niet meer gevlogd, maar ik ben super blij met het resultaat. Ik zal heel even een beetje bij het daglicht staan. Het is echt zo mooi geworden. Wat ze heeft gedaan is, ze heeft de bovenkant juist ietsje donkerder gemaakt. Dus meer mijn eigen kleur zeg maar aangesterkt. Zodat er iets meer diepte in komt, want mijn eigen kleur is een beetje dof. Dus zij heeft hem net een tikkeltje donkerder gemaakt, waardoor het wat meer, ja, gewoon iets meer
een mooie kleur heeft. En dan heeft ze het zeg maar laten overlopen naar steeds iets lichter. En aan de onderkant is het echt heel erg licht. En er zit ook een hele licht, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, roze-paarse gloed overheen. Dus ja, het is echt een hele aparte kleur. Maar ik vind het echt super mooi. Ik vind het heel mooi bij mijn gezicht staan. En ik wilde het eerst juist misschien ietsje meer blond, licht blond. Maar ik ben hier nu wel heel erg blij mee. Want ik vind het super mooi staan bij mijn gezicht. En ja, ik ben er gewoon echt blij mee. En het is alsnog gewoon heel licht. Alleen dan net even een andere kleur licht. En ik ben nu de hele dag gewoon aan het editen. En ik ga nu even deze week vlog editen. Zodat ik dat morgen allemaal niet meer hoef te doen. Dus dat ga ik nu even doen. En ja. Ik was gisteravond vergeten de vlog af te sluiten. Of nou ja, vergeten. Ik ging heel laat naar bed en ik had niet zoveel zin meer om mijn hoofd nog te vertonen. Dus bij deze wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Zondag komt eindelijk mijn roomtour online. Dus dat is leuk. Doei doei!